Met het huidige economisch herstelprogramma waarmee de regering te werk wil gaan, zal het niet goed komen met de Surinaamse economie. Vakbondsleider Armand Sunder zegt dat in het plan de nodige prognoses ontbreken die Suriname uit de economische crisis moeten halen. En toch zullen we uit de crisis komen, meent de vakbondsleider. Het gaat eigenlijk niet om de economie, zeg ik altijd. De economie gaat om mensen. Het gaat niet om economische modellen en dergelijke. Dat zijn slechts instrumenten. We moeten uiteindelijk gaan voor de welvaart en voor het welzijn en vooral voor het welzijn van de mensen. En dat is waar de vakbeweging zich eigenlijk bezorgd maakt. Van dus dat met dit programma, dat is afgesproken, dat het niet goed gaat gaan. En nou, sinds 1773 is dit land gewend met crisis. We komen er zeker uit. Alleen moeten we eruit komen met een stukje perspectief en met een stukje visie. Ja. En dat missen wij eigenlijk nog in dat herstelplan. Welke economie zullen we hebben na deze periode? Hoe groen zal die economie zijn? Hoe zal het zijn met het milieu? Ja. En dat zijn toch wel vraagstukken die ons bezighouden. Maar dat wij uit ook deze crisis zullen komen, is zeker. Okay. Volgens Steven Debi Pashaat, bestuurslid van de VES, is de regering niet transparant en eerlijk genoeg naar het volk. Er moet een betere communicatie komen om de vele onduidelijkheden over de richting welke de economie opgaat weg te werken. Ik begin eerst met eerlijkheid. Het is een beetje zoek, het is zoek met eerlijkheid. Dat van Friends and Family heeft burgers behoorlijk gestoord. En er komt geen verantwoording daarover. Uiteraard, op het moment dat mensen gaan inleveren, is communicatie een belangrijk middel. Ik begrijp dat er inmiddels een communicatiegroep voor het herstelplan is. En ik vraag me af in hoeverre die overheid echt effectief is. Je hoort met communicatie. En met het brengen van de boodschap naar de samenleving. Je merkt dat er internetprogramma's zijn. De mensen komen soms op tv, maar is het wel onderzocht? Of iedereen van ons, beginnen bij de Rokomang. Maar in principe ook, want vaak zoek het echt lager. Maar ook ondernemers. Weten ondernemers wat op hen af gaat komen? Welke ondernemers het meest getroffen gaat worden? Nog steeds merk je dat mensen, bepaalde groepen, steen en been klagen over die nieuwe valutawet. En er wordt bijna niet geluisterd door de overheid naar hun. Debi Pashaat zegt dat ondanks het momenteel heel slecht gaat met de economie, hij onder de indruk is van de weerbaarheid van de Surinaamse bevolking. De VES-topman zegt dat er wederzijds flink van gedachten gewisseld moet worden tussen de regering en de gemeenschap om gezamenlijk tot effectieve oplossingsmodellen te komen.